Dames en heren, welkom alweer bij een nieuwe aflevering in de Feyenoord Carrière Mode. En we hebben spectaculaire wedstrijden zoals jullie kunnen zien. We hebben een wedstrijd tegen Ajax, we hebben een wedstrijd tegen Atletico Madrid en tegen Lazio Roma waarschijnlijk. En de twee wedstrijden die je nog meer in beeld ziet, tegen PEC Zwolle en tegen Volendam, gaan we simuleren. Let's go. Ik wil jullie zeker bedanken voor de vele reacties die jullie hebben geplaatst onder de video's. Zo hebben wij er nu voor kunnen zorgen dat we een best wel lange lijst hebben aan spelers die we in de gaten gaan houden. De transfermarkt is jammer genoeg gesloten, maar deze spelers gaan we op de helft van het seizoen gaan we kijken welke spelers we kunnen binnenhalen. Dan heeft Lamproe ook nog wat te zeggen. Hallo manager, goed om je te zien. Het is geweldig dat het momenteel zo goed met mij en het team gaat. Ik denk niet dat ik ooit zo van mezelf heb genoten als nu. Ik ben tevreden hier bij de club, dus ik vroeg me af of het... contractverlenging. Hallo, hij keept niet eens. En ik heb nog een reservekeeper in de jeugdopleiding die ik nog eerder erin zal zetten dan hem. Dus even kijken hoor. Dit is niet het moment. Oh, gaat het worden groen? Oké, prima. Helemaal prima. Oké, voor we de wedstrijden gaan spelen ga ik nog heel even snel in de jeugdafdeling kijken. De keeper waar ik het net over had heeft maar 73 potentieel. Dus die gaan we laten gaan. Voor Feyenoord is dat veel te weinig. Dit is ook te weinig. Dit is te weinig. Wij willen natuurlijk minimaal 85 en hoger. Dus deze spelers houden we dan over. De dag van een spannende wedstrijd is aangebroken. Namelijk de wedstrijd tegen Atletico Madrid. We spelen uit. We hebben een lange reis voor de boeg. Eigenlijk is een lange reis dan al geweest. Want het is de dag. Dus ik ga ervan uit dat je er dan al bent. Maar goed. We gaan even de selectie bij elkaar rapen. En dan gaan we aftrappen. Zoals jullie kunnen zien zijn Kerk en Minté niet volledig fit. Maar het maakt in principe niet uit, want wij hebben natuurlijk goede buitenspelers die dit klusje ook kunnen klaren. Dus, maar ja, Atletico Madrid is wel even een ander niveau. Ja. We zijn helemaal afgereisd naar Spanje voor deze wedstrijd tegen Atletico Madrid. De sporters zijn mee. Dag allemaal, vanuit de en wij zijn ready. Oké, ze voetballen lekker door het midden. Makkelijk naar voren, maar we staan nog met genoeg achter de bal. Om hier wat mee te doen, tuurlijk. Onderscheppen en gelijk naar voren. Gelijk naar voren. Jammer dat ik alleen ben, maar ik krijg heel veel ruimte. Hey, je moet wel uit. Ik moet hem uithalen. Op snelheid zou hij me inhalen. Hier heb ik hem nog een keer. Nu ben ik er wel langs. Waarom kom jij hier die bal halen? Nog een keer. Oh, we schieten hem gewoon voorlangs. En ze weten het gevaar te bezweren. We hebben nog genoeg mensen achter de bal. Dit is Atletico Madrid. Hier moet je geen kans geven. Maar goed, het is vroeg in de wedstrijd. We kunnen nog terugkomen. Oh. We zijn het even kwijt. Voor blijven staan. Keeper. Kelvin, had je hem bijna? Oh, nog een keer. En druk zetten. Aannemen. Goede aanname mee. Verhoek. Schieten. Afmaken. Jimenez. Die moet hangen. Oeh. Prachtig aangenomen. Maar ja, die moet hangen. En we moeten door. Maar oh, dit mag toch niet. Dit mag niet. We moeten hem inhalen. Goed hersteld. Sterke tackle hoor. Op een mooie positie weer aan de bal. Goed gelopen en hij is gewoon weg. Hij is weg. Naar het doel. Zelf. Je moet zelf. Timber. Oh. Loopt hij prachtig weg. Ontsnapt hij aan de verdediging. Perfect op tijd gegeven die bal. En hij schiet hem erin. 1-1. Dit is prachtig. En dit doet hij gewoon binnenkant voet. Geplaatst. Golasso. Heerlijk Timber. En zo sta je gewoon 1-1 tegen Atletico Madrid. Lekker hoor. Oké, tweede helft. Dat gaat op zich wel redelijk. Dus we gaan nog even niet wisselen. We gaan even kijken wat Atletico Madrid gaat doen. Ga maar eens wisselen. Ik ga Jimenez voor het eerst eraf halen. Zo geweldig speelde hij niet. Maar ik denk ook dat Kerk met zijn snelheid zometeen veel meer kan gaan brengen. Omdat Atletico Madrid die moet wat doen. Kom op zeg, het is Atletico Madrid. Kerk dus voor het eerst hier aan de bal. Jezus, en die lopen gewoon tegen elkaar aan. Wat een begin. Heerlijk, jongens. Doen jullie goed. Er mooi bal op de eigen speel, hè, veroverd. Kijk, Kerk is natuurlijk sterk.
Oh, prachtige bal van Kerk. Prachtige bal. Minté op de brommen. Naar het doel. Naar het doel. Doe maar, Minté. Doe maar. Oh, zonde, zonde, zonde. Hey, wat een steekpaas van Kerk. Perfect gegeven. Ja, nu mis je Jiménez eigenlijk wel voor de corner. Bal is namelijk goed. Bal is goed. Oh, en die kan ook wel koppen. Maar alleen geen richting. Llorente aan de bal. Sterke actie. Dit wordt perfect gespeeld. Kerk ook goed gelopen. Blijft goed aan de bal. Goed afgepakt, de 16. Poku doet het ook goed. Poku, heerlijk. Heerlijk, we hebben hem. Randje 16. Gaan we naar midden voetballen. Maar er wordt heel veel ruimte weggegeven. Wordt heel veel... Oh, Wiever. Ja, Wiever, die wil je daar eigenlijk niet aan de bal hebben. Als hij daar langs was, was het echt een goal. Nog 3 minuten. We gunnen ons jeugdtalent Ramos ook nog even wat minuten in de Champions League. Tegen een prachtige club Atletico Madrid. Dit is goed voor zijn zelfvertrouwen en dit is goed voor zijn ontwikkeling. Ja, in principe een prachtige uitslag. 1-1 tegen Atletico Madrid. Wat wil je nog meer? Hier teken je eigenlijk vanaf het begin van de wedstrijd al voor. Dat is wat ik bedoel. Maar we zijn nog niet klaar. We hebben nog een klassieker. We hebben een hele giftige wedstrijd tegen Ajax. En we spelen wel gelukkig thuis in de Kuip. Maar ik hoef hier niet veel te veel woorden aan vuil te maken. Iedereen weet hoe deze wedstrijden gaan. En we zijn er op zich wel klaar voor. Als je 1-1 speelt tegen Atletico Madrid, dan heb je nog goed voorbereiding gehad. Dit zijn dus de 11 spelers die het gaan doen tegen Ajax. Poku op links, Jiménez, Minté, Stengs, Timber, Feiga, Hartman, Hansko, Geertruida, Sint-Juste en Bijlo. En op de bank heb ik dan nog wel Kerk, maar je ziet het. Kerk is gewoon niet fit. Ja, ja. Wat een prachtige kleedkamer. Shirtjes liggen klaar. Schoenen zitten er al. De spelers zijn eigenlijk aanwezig. Zoals we kunnen zien. Staan al op het veld. We gaan het zien. We gaan het zien. Let's go, we zijn begonnen. Ajax, Feyenoord. Terwijl Feyenoord Ajax. Goed gepakt en Poku is dan weg. Poku is naar de achterlijn toe. Op de brommen. Oh. Oeh, en die wordt wel afgestopt. Hij was op de brommer en die wordt afgestopt. Nee, toch is veel te ver. En kijk, hij krijgt die bal gewoon mee. Wat een grap. Krijg je hem weer. Slaat je helemaal vrij. Je aanname, jongen. Wat is dit nou weer? Steven Berghuis. Nee, verkeerd uitgestapt. Voorgegeven in het midden. Gelukkig is hij de snelste niet. Kijk, en wat zijn dit nou weer voor passes? Doe maar, Minté. Inspelen. Stengs. Gevaarlijk om daar te verliezen in de counter. Hebben. Heerlijk, jongen. Heerlijk. Jiménez lopen. Lopen. Wat is dat nou weer? Stengs had moeite met de bal. Ze hebben hem nog niet kunnen afstoppen hier. Randje 16. Poku. Ja, doe maar, Poku. Zijn aanname. Zijn aanname. Hij had een held kunnen worden hier. Oké, het kan nog alle kanten op. Dus gaan eens focussen op een goede tweede helft. Goed onderschept. Sint-Just gaat het zelf doen. Hij had er genoeg van. Hij had er helemaal genoeg van. En ik ben super blij dat hij er een keer genoeg van had. Want dan zie je wat er gebeurt. Sint-Just op de brommen naar de achterlijn. Jiménez kiespositie. Ja, zo'n kans moet je Jiménez niet geven. Binnenkant voet en die wordt goed ingeschoten. Kijk eens hier, Sint-Just. Weg is hij, prachtig neergelegd. Tuurlijk. Heerlijk hoor. Precies op maat. En hij komt perfect op tijd aan om deze bal in te schieten. Golazo. Kom maar, Feiga. Kom maar, hebben. Heerlijk op. Heerlijk, Poku. Kom maar, versnellen. Ik zie hem komen. Net niet. Maar we hebben hem nog. Snel ingooien. En Timmer loopt weer goed weg. Dit doet hij vaker hoor. Dit doet hij vaker aannemen. Korte hoek. Dit doet Timber vaker. Daar tussen de linies weglopen. En dan is hij weg. Oké, kop maar. Tweede paal. Prachtig ingekopt. Jiménez. Hij heeft het weer op zijn heupen.
Hij heeft het. Golasso. En in een hele belangrijke wedstrijd. Kone was iets te kort getrapt, maar daar komt hij. Hard ingekopt. En hij is de speler op de lijn, de baas. Ja, die zit. Krijgen we nog doellijntechnologie? Geen probleem. Nee. Keeper, pak vast. Drie wissels. Kelvin komt er eventjes vanaf. Dio Rosen komt erbij. Op linksom Kerk erbij. En aan de rechterkant gaat Edward het mogen doen. En door... Zo, hij scheids. Ook al raak je hem niet. Je kan me vies blesseren. Kan ik hem... Nee, ik kan hem niet meer annuleren. Maar scheids, hij kan me daar toch vies blesseren. Hier krijg je hem terug. Dan krijg je hem terug. Dit was perfect op de bal. Lopen, Hartman. Naar de achterlijn. Even kijken. Bij de tweede paal. Koppen, joh. Nog mooier. Oei. Deo Rosun. Hij krijgt zijn moment. En hij steelt gelijk de show. Maar jammer dat hij er niet in gaat. Ik kan er echt niks anders van maken. Eljiro Elia is met dit Feyenoord bezig aan een geweldige reeks. En dat is terug te zien aan de stand op de ranglijst. We staan eerste, 25 punten. Iedereen heeft evenveel wedstrijden gespeeld. En de tweede plaats is AZ met 21 punten. We zijn 4 punten los. Er komen natuurlijk nog zeker hele belangrijke en zware wedstrijden aan. Maar op dit moment hebben we het nog zeker echt op de rit. En dit willen we zo houden. We zien PSV en Ajax zelfs op de 6e en 7e plaats. Dus het gaat lekker. Het gaat echt lekker. Maar zoals ik al zei, de wedstrijd tegen PEC Zwolle gaat gesimuleerd worden. We hebben wel een aantal korte dagen rust daarna nog. Dus ik ga niet met de volledige sterkste selectie de simulatiewedstrijd spelen. Dus ik ga even een aantal aanpassingen maken en dan ga ik op simuleren drukken. Wat ik dus heb gedaan, ik heb Kerk op links, Ueda in de spits, Hetwer op rechts. Ik heb Milambo op 10, Timber links, Feiga rechts. En dan heb ik Lopez, Hansko, Geertruida, Sint-Jus en Bijlo achterin. Achterin heb ik nog zo sterk mogelijk proberen te houden. Omdat het natuurlijk heel belangrijk is dat je een goede verdediging overhoudt. En Milambo krijgt zijn kans. Poku op de bank. Dus die kan invallen als het nodig is. Jongen, die kan genoeg minuten maken. Minte op de reservebank met Stengs. En Hartman ook nog op de reserve. Oei, Jiménez moet ik natuurlijk niet vergeten. Dus ik heb een hele sterke reservebank. Want die spelers die moeten gewoon fit zijn voor de wedstrijd tegen Lazio. Nu ga ik op simuleren klikken. Het is een klein risico, maar ik denk dat ik alsnog een sterk team heb opgesteld om deze wedstrijd te winnen. Maar niet sterk genoeg. Dus we spelen 1-1 tegen PEC Zwolle. Oei. Niet getreurd. Wij gaan ons gewoon richten op de wedstrijd tegen Lazio Roma. Als je ver komt in de Champions League, dat is natuurlijk mooi meegenomen. En in die Eredivisie, er zijn nog genoeg wedstrijden om het weer recht te zetten. Om weer uit te lopen op de rest. Dus we hebben alles in eigen hand. Dames en heren, de belangrijkste wedstrijd in de pool. De nummer 1 tegen de nummer 2. Feyenoord tegen Lazio Roma. We gaan die wedstrijd nu beginnen. Maar je kan ook eerst even op het abonneerknopje klikken. En op de duim omhoog. Ik waardeer het enorm en je bent nu toch eenmaal aan het wachten. Nu komt de wedstrijd. Dit is goed onderschept, dus Minte kan gelijk naar de achterlijn. Ik hoop dat... Ja, daar zijn we langs. Maar we moeten hem terughalen. Jiménez's positie. Schiet maar verre hoek, jongen. Ah, we worden geblokt. Wat zonde, zeg. Kunnen we deze nog tegenhouden? Moet die counter eruit zien te halen. Die gaat richting de achterlijn, maar we zijn er nog. Felipe Anderson. Oké, die paast hem gewoon in onze voeten. Heerlijk. Stengs draait goed weg. Poku kan lopen. Goeie bal binnendoor. Poku, doe mee. 1-2. Zijn we er langs, richting het doel? Gaan we zelf doen, Poku. Hij heeft wel moeite met zijn dribbel, maar als je hem zo meekrijgt in de 16 bij Jiménez, dan is het 1-0. Heerlijk. Gelukkig doet hij mee. Loopt hij mee en kan hij met zijn verkeerde been erin schieten. Geweldig. Oké, Hartman. Oké, onderscheppen. Hebben. Doorgaan. Heerlijk. Naar de grond werken. Uithalen. Andere kant. En we kunnen voetballen. Hij is er langs. Minte is er langs. Snelheid. Krijgt Wiever mee in de diepte. Kruisen. Naar binnen. Kruisen. Dit doen we goed. Ai. Jiménez wil hem... Hallo? Geef hij zoveel ruimte weg?
Is dit normaal dat wij zoveel ruimte weggeven? Ja, dan word je weggespeeld natuurlijk door Lazio. Als je zoveel ruimte weggeeft. Oké, en wie wil wat? Wie wil wat? Jiménez wil wat. Jiménez wil wat. Richting het doel, goal. Je moet hem maar... Ai. Jiménez. Daar ging er bijna heen, maar het aluminium zat in de weg. Tuurlijk, laag. Heerlijk poku. Meehelpen, Timber. Meehelpen. Meehelpen, onderscheppen. Wie pakt hem? Wie pakt hem? Hoezo gaat die bal bij hun mee? Oké, poku meedoen. Worden weggejaagd. Oké, tweede helft. Er is nog helemaal niks aan de hand. Spelen redelijk. Kan altijd beter, maar... Er zit wel wat in. Ze leiden nu met 2-0. 46 gespeelde minuten. Hey. Dit vinden wij natuurlijk niet oké. Scheidsie, daar komt de plakkaat. Hey, alsjeblieft. Ga er maar mee naar huis. Jongen. Maar het is nog heel druk. Ja, goed meegegeven. Goed uitgespeeld. En Jiménez alweer. Deze moet hangen, jongen. Doe maar. Ook al niet. Oei. We spelen hem gewoon door mijn benen heen. Hey, scheids alweer. Hey, je doet niks. Oh jongen, je doet helemaal niks. Danilo, Felipe Anderson. Weghalen. Die ruimt op, die ruimt op. Keeper ruimt op. Oei. En dan krijg je hem zo tegen. Terwijl wij eigenlijk gewoon beter spelen. Oei. Kom maar, Poku, kom maar. Passeer deze. Achterlijn. Kruisen. Cornertje. Kom op, we moeten gelijk maken. Koppen, tweede paal. Koppen. Jiménez doorlopen. Reguliere speeltijd in deze wedstrijd. Nee, hier gaat niemand langs. Heerlijk hard, man. Dit heb je gewoon goed gedaan. Scheidsie, je weet dat dit perfect was. Jongen. Nogmaals, of alleen de bal of alleen de man, maar ze gaan niet samen. En dit is gewoon een perfecte tackle. Oké, we hebben nog 4 minuten te spelen. Hedver komt erbij. En Nieuwkoop ook maar eventjes. Ik kan nog een wedstrijd herinneren dat hij een geweldige steekpaas gaf op de spits. Dus misschien heeft hij het nu ook wel eventjes op zijn heupen. Ja, zij gaan natuurlijk naar de hoek. De wedstrijd uitspelen. Keeper komen. Ah, 3-1. We verliezen hem. Zonde. Het was alles of niets uiteindelijk en het is niets geworden. Zonde. Maar wat nog rest is de wedstrijd simuleren tegen Volendam. En dat gaan we doen met de sterkste elf die we hebben. Aftrap. Gaan we kijken of de spelers fit zijn. Kerk, Jiménez, Minté, Stengs. Ja, iedereen is fit. Dus we klikken op snel simuleren. En het beste wat je kan doen is deze wedstrijd maar ook winnen. Want dan ben je gelijk af van die nederlaag. Vijga scoort, Sint-Justen scoort. Jiménez heeft verdedigers. Die doen het gewoon hoor. En Kerk. Zoals jullie kunnen zien komen er weer prachtige wedstrijden aan. Weer tegen Lazio en Atletico Madrid. En AZ dit keer. Maar dat is voor de volgende aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe een duim omhoog. Klik op de abonneerknop en dan zie ik jullie snel bij de volgende aflevering. Peace.